Jeroen Pauw, 63, is een bekende talkshow-host die zijn gasten vaak verrassende en intieme onthullingen laat doen. Maar ook Jeroen zelf kan soms heel eerlijk zijn over zijn eigen leven, zoals over hoe hij opgroeide zonder veel warmte en liefde. In een interview met Trouw vertelt Jeroen dat het thuis niet goed ging. Mijn ouders hadden een slechte relatie. Ze deden wel hun best om het leuk te maken voor Jeroen en zijn twee zusjes, maar hij merkte dat er iets niet klopte. Ik ben supergevoelig en dat komt vooral door die eerste jaren, toen ik voelde dat er van alles mis was tussen mijn ouders, dingen die ik niet kon begrijpen, maar waar ik wel veel last van had, zegt Jeroen, die het bij anderen veel fijner vond. Hij besefte al snel dat zo'n liefdeloos huwelijk niet de weg was naar het geluk. Daarom ging hij op zijn zeventiende het huis uit. Het is pijnlijk, ik wil mijn ouders nergens de schuld van geven of zo, maar we zijn nooit meer helemaal goed gekomen, vertelt Jeroen. Zijn jeugd heeft zeker invloed gehad op Jeroen om geen gezin te stichten. Hij zag zichzelf niet in een lange relatie. In 2011 zei hij wel dat hij met meer dan 200 vrouwen had geslapen. De boot waar hij toen woonde, had niet voor niets de bijnaam boot.